We lopen weer op de rode loper. De laatste was 18 oktober 2019. Hoe bizar is het? Hoe bizarre tijden hebben we gehad. Maar we mogen weer en we kunnen weer. Hij ligt hier klaar voor ons, de rode loper. En we zijn bij Hugo de Groot, de musical. Hugo de Groot, de musical. Vertelt het verhaal van een van de grootste denkers die ons land ooit gekend heeft. De Groot zijn leven stond in het teken van zijn nalatenschap. Hij heeft gestreden voor verdraagzaamheid en vrijheid. De vrijheid om te kiezen. De vrijheid om jezelf te verdedigen. En de vrijheid om te geloven van wat en hoe je wil. Door wat we luisteren naar wat echt de andere te zeggen heeft. Maar wat men nu nog enkel van hem weet is zijn ontsnapping uit slot Loevestein de boekenkist. De musical vol pop-rockmuziek laat zien dat Hugo de Groot meer is dan zijn ontsnapping. En dat wij anno 2021 veel van zijn gedachtegoed als gewoon beschouwen. Terwijl hij letterlijk ervoor is opgesloten omdat hij in zijn tijd achteraf gezien ver vooruit was. We staan weer op een rode loper. En dat is een hele tijd geleden. Marco de Koning van Royal Promotions weet er alles vanaf. Want Marco, de laatste was 18 oktober 2019. Ja, dat was in Gouda volgens mij, als ik me goed herinner, bij Murder Ballet. Ik weet ook nog dat we daar stonden, dat we allemaal van die schermpjes tussen ons in hadden staan, zodat iedereen spatvrij kon praten en doen. Lang geleden, hè? Bizar. Je gaat eigenlijk van volle bak naar helemaal niks meer. En dat is best wel lang geweest. Als je alles bij elkaar uitrekent, dan is dat, die oktober was eigenlijk een soort van tussendoorpremière, want daarvoor waren we ook al gesloten en daarna natuurlijk ook weer. Dus het is lang geweest, het is genoeg geweest, het is heel fijn dat het nu weer gebeurt. En nu ook weer bij Hugo de Groot, bij deze première, dat we op een rode loper staan met de microfoon, interviews aan het doen zijn. Joh, ja, dat heeft gewoon te lang geduurd en dat mag eigenlijk nooit meer gebeuren dat we dat niet meer mogen doen. Eindelijk de culturele sector weer open, iedereen kan zijn vak weer uitoefenen, we kunnen weer genieten van al die mooie mensen op het podium. Ja, ik word er echt heel gelukkig van. Ik weet dat Hugo de Groot is ontsnapt in een kist of met een kist, maar dat is nog wel een beetje de vraag of dat nou eigenlijk echt zo was, ja of nee. Ik weet dat het echt tandjes lang geleden is, ongeveer 400 jaar, dat het een intellectueel was. Verder weet ik eigenlijk niet heel veel van Hugo de Groot. Hier zitten we al heel lang op te wachten en we hebben gisteren, eergisteren, er is nu zelfs nog een voorstelling bezig. Dus wat dat betreft is iedereen er helemaal klaar voor om het straks echt aan het première publiek te laten zien. Ik ben hier oprecht. Echt met zoveel vreugde dat ik hier kan staan, dat mijn collega's nu op het toneel staan. En ik moet je ook eerlijk zeggen, aanstaande maandag ben ik ook bij Zodiac. Ik kan niet wachten om al mijn collega's te omarmen met alle liefde, alle vreugde, dat we weer beginnen. Ik weet verder niet helemaal precies wat het script is. Logisch niet, want ik neem aan het historische verhaal. Maar ik vind ook vooral goed om er te zijn, omdat het een heel goed initiatief is natuurlijk. En omdat er een aantal mensen in zitten die straks ook hoofdrollen in Titanic gaan spelen. Die hier ook hoofdrollen spelen, Richard Spijkers en Linda Verstraeten. Dus dat zijn allemaal redenen om af te dalen naar Gorinchem. Ik weet wel dat hij best wel veel betekend heeft, zou ik zeggen, qua gedachtegoed. Maar wat dat dan precies in heeft gehouden, dat hoop ik eigenlijk vanavond een beetje te gaan leren. En daarom is deze voorstelling denk ik ook zo tof. Dit najaar ga ik in het theater met Romeo en Julia van ook Goedemorgen Theaterproducties. Samen met Barbara Sloes en daar heb ik heel veel zin in, want het is zo lang niet gespeeld. Dus... En het is natuurlijk echt zo'n klassiek verhaal over de liefde. Dus daar heb ik heel veel zin om dat te gaan vertellen. Ja, ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in om zelf ook weer op de planken te staan. En het is gewoon ook leuk om zo'n mooi Shakespeare verhaal weer ook voor de jeugd te mogen brengen. En hopelijk kunnen we daar een paar jonge mensen weer mee inspireren. En ik dacht altijd ook met dat soort voorstellingen, als er één iemand die daardoor denkt, oh, ik wil ook acteur worden of dit wil ik ook later worden, dan ben ik blij. De ontsnapping, dat weet iedereen. Maar ik ben wel benieuwd wat ze hier in deze musical gaan vertellen en wat we allemaal gaan meemaken. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ontsnapt vanuit Loevestein in de boekenkist. Nou, hij was natuurlijk eigenlijk grote tegenstander van prins Maurits. En ja, dat was toch wel de tijd waarin er zomaar nare dingen met mensen konden gebeuren. Thank you.
Het vertrouwen is dat je weet en voelt dat mensen ook beseffen wat ze staan te doen. Er is zo'n goede repetitieperiode geweest. Het ging echt vanuit de tekst is gespeeld. En geen genoegen nemen met minder en elkaar ook op dat niveau tillen. En ik denk dat dat het fijn is van met goede mensen werken. Dat vond ik een verademing. En zo'n zin als ik uiteindelijk tegen de hoofdrolspeler zeg, tegen Hugo de Groot zeg. Want wat als je in een land leeft waarin je niet meer kunt zeggen wat je denkt. Nou heeft die vrijheid om alles te zeggen wat je denkt ook wel eens over de schreef misschien. Maar je mag in ieder geval denken wat je wil. En als je dat een keer uit, hoef je niet bang te zijn. Zoals je dat moet zijn in Hongarije of in Rusland. Dus ik ben wel blij dat we in Nederland wonen. Ik heb 2 jaar niet op een podium gestaan. En om nu hier weer te staan met alle mensen en te voelen dat zij het ook leuk vinden om hier weer te zijn. Dat tilt mij op, dat tilt de voorstelling op. En het is magisch bijna. Ik bedoel, 400 jaar geleden hebben we het over. Was het misschien nog wel een stuk liberaler dan dat het nu is. Dat vind ik zo opmerkelijk. De zoektocht naar vrijheid, zeg maar, die is van alle tijden en door alle eeuwen heen ook inderdaad. En, nou, dat we op deze manier deze man een beetje kunnen eren, daar zijn we best trots op, ja. We hebben in 2,5 weken een hele musical in elkaar gezet en dat is best een heel korte tijd. Toen moesten we 3 weken stil liggen, want we konden nog niet gaan spelen. Toen hebben we met 1 repetitiedag de eerste voorstelling maar gedaan. Maar het is wel een voorstelling die ons allemaal aan het hart gaat. Het is een kleine nieuwe producent, maar daar zit dan ook zoveel hartstocht in. En ik denk dat ons fonds heeft ons daar allemaal mee aangestoken, denk ik. Ja, als je het hebt over tolerantie en verdraagzaamheid, hè, waar die deed het voor heeft gepleit. Ja, dat komt nu ook terug en dat maakt het stuk ook nog eens actueel. En dat is wel leuk, ja. We hebben heel intensief gerepeteerd. Maar ja, toen lagen we even stil. Dus toen hebben we door middel van Zoom-meetings hebben we af en toe even een scriptlezing gedaan om het levend te houden. En ik denk dat we daardoor allemaal wisten, oké, we hebben nu nog een paar dagen voordat we weer mogen gaan spelen. Volle kracht erin. Ja, ik denk dat het is. Ja. Gewoon goed weten wat je wil doen. Staan voor waar je staat. Zeggen wat je wil zeggen. En die vrijheid daarin. Ja, dat is heel actueel. De persoonlijke relaties. Dat vind ik ook fijn. Dat het niet alleen maar een soort geschiedenisverhaal wordt of feitjes. Maar dat je ook gewoon de relatie van Hugo en Maria te zien krijgt. En hoe die met die mannen omgaat. En ook met verlies moet dealen. En moet nagaan, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen met je leven? En wat laat je na? Ja, dat vind ik heel fijn. Dat het persoonlijker wordt. En het is echt een feestje om dan zo met zo'n groep dit mogen te maken. En dat het met hart en ziel is gemaakt. Dus dat je gewoon voelt dat we allemaal het beste eruit willen halen. Dat is gewoon heel fijn. Meestal is er wel een idee van hoe lopen de lijnen in het verhaal. Dat is natuurlijk best wel lastig, want het is een geschiedenisverhaal. Maar ja, je wil niet een hele geschiedenisles houden. Hoe doe je dat? Dus we zijn gaan zoeken naar de lijnen. Wat is belangrijk? Dan ga je natuurlijk ook al heel snel de emoties van die lijnen. Wat voel je daar dan in? En doorgaans heeft Fons overal de tekst van gemaakt. En daar ben ik mee aan de slag gegaan, muziek gaan maken. Heel veel mails, heel veel appjes, heel veel telefoontjes. En dan op een gegeven moment, ja, dat is natuurlijk een beetje de coronatijd, dan moet het allemaal op die manier. En ja, dan komt dit eruit. Ja, dat is het. Vriendschappen die afbreken, omdat ze allemaal voelen van, ja, ik sta voor wat ik moet doen, ik heb een taak. Of Elsje die voelt, ja, maar ik heb echt wel wat in te brengen. En dat Hugo dat ziet. Het zijn heel veel laagjes die je geprobeerd, nou, die er ook zijn, ook voelbaar te maken. Maar zeker ook tussen Maria en Hugo. Je voelt waar dat vandaan komt. En dat het elkaar dan toch op het einde net niet raakt. Dat is natuurlijk het hele verhaal van Hugo. Voor hem is het een mislukking geweest. Voor hem, hij heeft het gevoel gehad dat hij het niet heeft gehaald. Ja, en daar heden naar opbouwen. En dat zit in zijn relatie, dat zit in zijn visie. Alles wat hij wilde bereiken. Maar dat is niet zo. Ja. Nou, je hoort het. Ik vond het. Iedereen vond het geweldig. Ik ook. Het was echt het was een soort achtbaan geschiedenisles, eigenlijk. Toen uiteindelijk het verhaal verteld werd, dacht ik, tuurlijk weet ik dat. En dat vond ik zo leuk, omdat we teruggaan in de tijd waarvan je echt denkt van, dit is weer geschiedenis. En ik hoop dat het echt aanslaat, want ze staan met z'n 5 op het toneel. Ze matchen heel erg goed, ze gaan heel snel op af. Het verhaal wordt precies verteld in een korte tijd. En ja, mooie stemmen ook nog. Dus laat het alsjeblieft slagen. We zijn nu op de afterparty van de musical Hugo de Groot. En oh, wat een feestje was het. Niet alleen nu, maar ook in de zaal. Het was 1 en al top.
400 jaar geschiedenis, maar daarnaast ook de liefde tussen Hugo en zijn vrouw. Het was één woord geweldig. En 400 jaar geleden, de geschiedenis, je kan het zo oppakken en nu neerzetten. Want tolerantie en vrijheid, dat is het belangrijkste goed wat in Nederland heerst.